Welkom beste kijkers bij vlog 239 alweer. We hebben wat visite uit Nederland met de camper, heel erg gezellig. En ik ga een kijkje nemen in een camper, een Leica, en ik neem jullie mee op tour. Dat is hartstikke leuk voor mensen die ook een camper zoeken. Er gebeurt van alles en nog wat. En ik wens jullie uiteraard de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Veel geluk, veel gezondheid, weinig belastingen en lage rekeningen. En ik denk dat Leo dat ook wel vindt. Leo? Lage belastingen, nou. Voor het nieuwe jaar. Ja, het is wel te hopen voor jullie. Ja, dat hopen maar we. Maar ik heb mijn twijfeltjes. Veel plezier bij het kijken naar deze nieuwe vlog. Lekker een gezellige groep zo. Mijn vriendinnetje zo lekker gezellig hier bij ons. We zijn net aangekomen. Hartstikke leuk. Op jullie trouwdag. Dankjewel. Nou, hartstikke leuk, hè? Nieuw liedje wat ik hem geleerd heb. Nou, beloof vandaag weer een fantastische dag te worden. Zei ik al, 18 graden, maar dan wordt het in de zon altijd wat warmer. Het is nu nog fris, het is vannacht 6 graden geweest. En het is nu 12 graden. Ja, het loopt nou op. Maar het loopt toch snel op, ja. Leo gaat straks de auto wegzetten. Want er komen wat tafeltjes en stoeltjes bij. We krijgen vandaag visite van zo'n 15 man totaal. Iedereen neemt wat mee. En dan gaan we heerlijk borrelen met z'n allen. En gisteren zijn natuurlijk Rian en Johan en de kids gekomen. Nou, daar ben ik ook heel blij mee en verschrikkelijk verwend. En onze buren kwamen ons gisteren een tas brengen met... Moet je kijken... Vol met knoflook en een paar uien. Dus ik heb weer werk aan de winkel. Maar ik heb besloten om dat na de feestdagen te doen. Want anders ruik ik alle feestdagen ruik ik naar de knoflook. En daar heb ik geen zin in. Kacheltje heb ik aangezet. Want van de douche was het raam een beetje beslagen. Dus raampje op een kier. En we gaan zo heerlijk ontbijten. Kijk, we hebben nog wat kaartjes uit Nederland gekregen. En een kaartje uit, kaartjes van Rian. En ze heeft mij een hele mooie Beckhamen koffer gekregen, gegeven. In deze Hollandse peper en zout stelletje, omdat we gisteren 8 jaar getrouwd waren. Met het Beckhamen spel... Heeft ze nog wat moeite gehad met de douane, want ze wilde het openmaken. Want het was toch wel een heel verdacht koffertje. Maar oh, wat ben ik er blij mee. Dus kunnen we heerlijk bekemmenen. Ik ga verder met alles klaarmaken. Nog eventjes de champagne straks openmaken en dan gaan we gezellig ontbijten. Goedemorgen beste kijkers. Je ziet het, is eerste kerstdag. En als jullie dit zien, dan is het al later. Maakt helemaal niet uit. Wij gaan vandaag kerst vieren. En ik heb de tafel al gedekt. Want we gaan samen met Annie en Otto gaan we lekker ontbijten.
een champagne ontbijtje heb ik gemaakt. Dus nou, kijk maar eens even mee. Ja, kijk maar. Hi, dat is het. Ja, Piet. Doen we een champagne ontbijt? Oh! En dat gaan we even op de officiële manier doen, natuurlijk. Ja, 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 ja. Hè, die gaan we even laten ploppen, natuurlijk. Ja, trouwens. Ik schiet niet in jou. Ja, waarom wel? Nee. Van de week bij Jan en Brigitte hadden we een campagne om het huis te vieren. Ja, ja. En die waren in de tuin, die zijn naar de buren toe. En daar waren jullie bij, ja. Ja. Nou, hatseflatseflatseflats. Hatseflats. Hier is die. Jezus. Zo, je moet kracht zetten. Zo, zo. Hallo, hé. Hey. Even een doekie. Want ik glijd een beetje. Je glijdt een beetje. Ook Teuntje, ben je weer helemaal blij hoor. Ja. Teuntje is weer de oude, geloof ik. Ja, je pluim staat omhoog. Nee, ja. Ik denk een plafond leeuw, hè. Ja. Oh, netjes. Zo hoort het, hè. Zo hoort het. Zo hoort het. Lekker gefilmd zo. Hallo. Ja, nou, fantastisch. Ik laat mijn glas staan. Wat een champagne ontbijt. Ja. Dat is een luxe vrienden. Heb je dat nog nooit gehad, een champagne ontbijt? Nee? Ja? Jullie, op jullie witte bruidsweken. Nee, daar komt hij, hè? Ja. Hebben we dat een keer cadeau gehad, jongens. Nou, jongens. Ching. Dat we dit nog maar vaak mogen doen. Proost. Gezondheid. Eet smakelijk. Nou, het ontbijt is inmiddels alweer bijna verteerd. Straks komt de visite. We gaan hier nog meer hapjes neerzetten. En dan loop ik even naar buiten. Want er staat chips voor de jongelui. Ik heb pizza's gemaakt. Er staan gezellige kersenbekertjes, kersenvetten. En Leo heeft het achter gezellig gemaakt. Ik neem jullie mee naar achteren. Daar hebben we Leo alweer. Nou jongens, kijk eens hoe gezellig. Helemaal toppie toch? Dan zit iedereen in de zon, hè Otto? Ja, dat komt helemaal goed zo. Hoeveel stoeltjes hebben we nou? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 13. Dan hebben we nog een paar nodig. Nog een paar stoelen nodig. Maar die kunnen we ook van binnen halen. Ja, dat is waar. Annie heeft gemaakt. Hij heeft meloenballetjes met rode port gemaakt, want witte port is niet te vinden. Nee, dus dat mag ook naar binnen. Nou, dat gaan we doen. Mag ook op de tafel. Gaat dat? Kun je door? En Leo, die heeft de stoelen. Ik heb tegenliggers. Tegenliggers. Wat zeg je? Ruikt je knoflook? Ja, ja. Misschien in de kaas, in de Franse kaas. Maar niet in de pizza. Niet in de pizza? Nee, niet in de pizza. Ja, lekker. De droogmachine staat aan. Daar ben ik knoflook aan het drogen om knoflookpoeder te maken. Hier hebben Leo en ik knoflook schoongemaakt.
hebben we van de knol ontdaan, dus gepeld. Hier gaan we hem schoonmaken. En hier zijn we hem aan het malen. En dan hebben we hier op olie gemalen. Dus dan hebben we straks drie soorten knoflook. Ik ga knoflooktenen invriezen. Ik ga knoflook malen voor op olie te zetten. En ik ga knoflook drogen, gemalen knoflook drogen, voor knoflookpoeder. Leuk hè? Lekker bezig zijn op tweede kerstdag. En straks gaan we een tour doen, want we moeten eventjes met de jeep een stuk terrein voor verkennen. Luc zit in de bench, denk ik. Ja, je ziet hem in de bench. Oké, ik heb de huissleutel. Ik moet hem nog eventjes achter me dicht trekken. Goed. En dan even de washok dicht. Goed. Hebben we alles? Ja, we hebben water mee. Moet je nog je verrekijker mee of niet? Ja, pak ik wel. Ja, pak ik hem even. Oh, dat is het kleedje. Dat kleedje dat hoeft niet. Dat ligt iedere keer in de weg als je stoelen verschuift. Ja, nou, mobiel mee. Voor als we als verstekelingen vastraken in de bergen. Nog even gaan zitten en mijn gordel om. Ik blijf gewoon zitten. Nou jongens, dit is het begin van de track. Nou wordt het spannend hoor. En nou gaan we eens even kijken of we dat kunnen redden allemaal. Want hier zijn we natuurlijk heel lang niet meer geweest. En Leo wil die jongelui meenemen. Dus dan moeten we kijken of dit te rijden is. Even aardig wat ze pumpies. Hoop stenen. Zo hé, het is heftig hè. Dit is heftig. Kijk waar het lijkt. Nee, niet openmaken joh. Het is misschien bloedheet. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Laat maar koelen. Laat maar koelen. Uh-oh. Dat is minder. Ja. Niet doen, niet doen. Het is nog bloedheet. Je verbrandt je. Laat maar staan. We kunnen beter even af laten koelen. Even, ga ik even met Luc gaan verlopen. Ja? Ja? Zie je? Is het overlopie? Ja. Wat spuit. Ja, staat te koken. Zie je? Oh ja, ik zie het. Oeh. Nou ja, als die afgekoeld is, dan kunnen we vanmiddag wel weer rijden. Ja, dan gooit je dop los straks. Ja. En dan
Kan die even afkoelen? Ja, maar kan ook nog water. Ik heb een tank met water, zo met water bij me. Ja. Oké, nou gaan we een stukje lopen? Ja. Eventjes verdere verkenning is met de jeep niet meer te doen. Super jammer. Alles is weggeslagen. Hier kan ik echt niet lang. Nee. Ach, wat jammer, hè? Echt jammer. Ja. Ziet er echt heel slecht uit hier. Ja. Ja, Luc vindt het wel heel interessant. Voor haar is het natuurlijk helemaal perfect. Ja. Ah, leuk. Nou, Leo is even water aan het bijvullen, denk ik. Ja. Moet toch weer een beetje in. Hoe ziet het eruit? Ja. Maar goed. Ja, ik heb hem bijgevuld. Ja? Oké. Rustig. Oké, okay, ik zit er weer in. Nou, Leo gaat dus vanmiddag een andere route rijden met de jongens. Ja, het is niet te doen. Het is niet te doen, nee. Helaas. Te gevaarlijk. Ja. Nee, je komt er ook niet meer uit. Nee. Je komt vast te zitten, dan moeten ze je eruit takelen. Ja, het is al heel wat dat we dit nog hebben gered, hè? Nou, ik vind het wel fijn dat we het nou weten. Ja. Zitten dolfijnen. Daar zal ik iets wits overeind komen net. Bij de meeflinken. Dolfijnen zijn niet zo groot. Oké, okay, dan is het dan boven. Is goed, joh. Oh, ja. Daar met een stukje waar die mooie parkstoelen zijn, dan zou je kunnen eten. Goedemorgen beste kijkers. Ja, ik heb een lekkere warme sjaal om. Het is vannacht 6 graden geweest en dat voelt best wel een beetje dat het heeft gevroren aan de grond. We hebben weer een podenco gevonden, dus ik heb hem bij Emilio gebracht en daar ga ik nu naartoe. Even een stukje lopen en dan gaan we kijken of we een dierenarts vinden die tijd heeft om die chip af te lezen. Ja, dus tot zo. Nou, zonnebril op. Riepje mee en daar gaan we. Leo is even met Luc aan het lopen. Misschien kom ik die ook nog tegen. Emilio is een man in een rolstoel. Die vangt altijd hondjes op. Voor een paar weken of een paar maanden. En dan gaan ze weer naar een nieuw eigenaar. Maar die hondjes die worden naar hem toegebracht door een stichting. Dus dit is een beetje een ander verhaal. Hey, hallo! Dus ik ga nu via dit pad. Dat is korter. En Emilio kan natuurlijk niet met zijn honden in de Rambla lopen. Dus die loopt altijd met zijn honden door het dorpje. En het is heel grappig, want dat kleine hondje wat hij bij zich heeft, die pup, die gaat vaak tussen zijn wielen lopen. Het is echt een grappig gezicht. Of hij lift met hem mee. Nou, mijn wandeling
is dan eventjes kort. En ga eens even kijken hoe dat hondje reageert. En misschien kan ik hem ook wel los naast me laten lopen. Want ja, als die hond, die had zo'n honger gisteren. Hij had wel een halsband om. En hij lijkt heel erg veel op dat hondje, de Podenco, die wij vorig jaar hadden gevonden. Maar ja, het lijkt allemaal op elkaar. Maar goed, deze heeft een halsbandje om. Waarschijnlijk wel gedumpt. Ze had zoveel honger. En je ziet zijn ribbetjes ook. Dus ze hebben hem gisteren water gegeven. Lekker brokjes gegeven. Nou, die vloog hij gelijk aan. Hij is heel vriendelijk. Of zij is heel vriendelijk. En dus misschien blijft ze nou wel bij ons. Als je daar dat witte huis ziet in het midden van beeld. Dat is Emilio's garage. Daar hebben we de hond in gedaan. En er staat een paar oude banken staan daar. Dus daar kunnen ze lekker op slapen als ze dat willen. En het huisje erachter, dat witte. Dat is zijn huis. Dus ik loop daar even naartoe. Kijk, daar is ze. Het is een beetje lastig filmen met zo'n hond die alle kanten op gaat. En die ontzettend veel honger heeft. Ik ga hem eerst maar eventjes laten. Eventjes eruit laten. Emilio heeft gebeld. We kunnen hem haar naar de politie brengen. En daar hebben ze speciale hokken waar ze in kunnen. Nou, kom. Kom maar. En ze gaan eerst maar even een stukje lopen. En mee? Kom maar. Kom maar. Kom maar. Hij is dus weer uit zijn hok ontsnapt. Hij springt verschrikkelijk. Kijk dan. Hij heeft gewoon tegen die tralies, is hij gewoon omhoog geklommen daar en is hij daaruit ontsnapt. Uit die bovenkant daar. Ja. Ja, Maria. Nou, hij zal daar misschien ook weer uit ontsnappen. En ondertussen lopen wij weer verder. Ik ga even bij Sylvia en Groof kijken. Want die hebben een andere camper, Sylvia en Groof. Wat hadden jullie eerst, Groof voor camper? Ah, je hoort het niet. Nu zie ik een Leica staan, maar jullie hadden geen Leica, hè? Jullie hadden geen Leica. Nee, een Busner. Een Busner? En waarom ben je veranderd van camper? Ja, deze is wat moderner en iets luxer. De vorige was een integraal camper en dit is een half integraal. En voor de kijkers, wat is het verschil tussen een integraal en een half integraal? Integraal loopt de neus door en dan heb je geen originele neus. Zeg maar. Dan loopt het helemaal door als een soort vissenkom, zeg maar. En is dit een versnellings, of heeft hij een versnellingsbak of een automaat? 150 pk automaat. 150 pk. Gisteren zei je tegen mij van het is een luie automaat. Een robotautomaat. Dus het is een handbak die door een robot geschakeld wordt. En zodoende is het dan een automaat. Dus je hoeft het zelf niet te schakelen, doet hij zelf. Wie sneller of wie hoger in toeren, dan kan je gewoon een klap tegen het hendel nog even. Dan doet hij dat zelf weer in de toeren omhoog gaan en versnelling teruggaan. Dus dat kan ook. Je kan het handbediend, maar het is ook automatisch. Oké. Maar hoe lekker voor het rijden in de bergen. Ja, dat wilde ik vragen. Want trekt dat niet heel veel vermogen? Redt hij dat als je echt zoveel graden moet stijgen en dalen? Als je echt mocht stijgen, moet je hem soms wel eens een keer zelf een klap teruggeven. Maar dat, in principe doet hij dat zelf allemaal. Ja, ja, hij herkent dat. Ja, en in de dorpjes rijden met rondondes en zo. Dus je niet heel de dag te schakelen, zeg maar. Nee. En hoe bevalt, want ik zie dat jullie een lange uitsteek hebben. Hoe gaat dat in de bochten? Ja, ik ben wel gewend om met grote rijden. Dus ja, je moet er wel iets rekening mee houden. Het is wel natuurlijk dik, is 8 meter met fietsendrager en al.
8 meter met fietsendrager. Inclusief. 7,5 is die. Oké. En hoe hoog is die? 3 meter. 3 meter met luifel. Ja, luifel ja. En schotel is en luifel zijn het hoogste punt. Ja. En heb je hier een C1 rijbewijs voor nodig? Nee, hij kan wel opgewaardeerd worden naar C1. Ja. Maar nu staat hij gewoon op autorijbewijs. Dus dat betekent dat hij maximaal... 3300 En heb je hem al gewogen voordat je wegging? Nee. Want je weet dat hij zwaarder is. Als de tanks zal het wel meevallen, maar hij zal wel te zwaar zijn, net als alle camping. En wat is het ledige gewicht dan? Zeg ik dat goed? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik mag volgens mij 400 zoveel kilo laaien. Oké, dat is best wel aardig. Ja, en maar goed, met fietsen, elektrische fietsen. We hebben stoelen bij ons, we hebben nu leggen we een hoop drinken en spullen in. Ja, en ik zie ook dat je een zonnepaneel extra bij je hebt. Ja, overdag staan ze, als we ergens vrij staan, dan halen we de fietsen eraf, gaan we fietsen, zet ik de kont van de camper in de zon, dan doe ik de zonnepaneel aan een slot achterop en dan laait hij ook de accu's bij, zeg maar. Maar er zit ook een zonnepaneel op. Hoeveel watt zonnepaneel heb je erop liggen? Erop 100 en dit is 200. Oké. Maar ja. Ik hoorde gisteren, je hebt geen compressorkoelkast, maar een absorptiekoelkast. Ja, die staat wel op gas. En dat is een behoorlijke grote. Ja. Ja. Want ik mocht gisteren even een kijkje nemen en straks mag ik dat weer. En ik vind het wel heel erg leuk om dat aan de kijkers te laten zien. Ja, zeker. Is er nog iets, want je zegt Leica, is dat Italiaans? Italiaans, wel met veel snuffies en overal zitten dimmers in de verlichting. Er zit wel een beetje, veel dingetjes op. En doet alles het. Alles doet het en je hebt het voor de reis, want dit is de eerste grote reis met deze camper, want jullie reizen altijd. En hoefde je niet echt veel eraan te doen? Toen ik hem kocht, toen was de omwormer, een grote Victron van 3000 watt zit erin, die deed het niet. Het hefbed deed het niet. Dat waren wel dingen dat de verkoper gezegd had. En net voor de reis hadden we het motortje van de afzuigkap kapot al, zeg maar. Ja. En ja. Dat hebben we vernieuwd. Ja. En de omvormer doet het weer en dat heb ik weer om te praten. Het bed doet het weer, dus alles... Ja. Alles is weer... Fijn hè, dat je er dan lekker zo mee kan reizen. Want jij bent best wel handig, heb ik begrepen. Ja. Jij kan... Ik altijd zoek op YouTube, internet, om toch alles maar te weten te komen en weer te repareren en te doen. Eigenlijk zou je met een bus door Spanje kunnen rijden. En om allerlei mensen zou je kunnen helpen met allerlei klusjes aan auto's, maar ook campers? Ja, auto... Auto's doe ik ook altijd alles wel zelf. Ik heb vroeger ben ik eigenlijk begonnen als revisiemotoren te reviseren, zeg maar. Daar ben ik als kleine jongen dan, zeg maar, in dat bedrijf begonnen. En het is altijd wel mijn passie geweest om alles te repareren. Het is leuk voor de toekomst als je in Spanje zou wonen en dan lekker met zo'n klusbus. Want er is één persoon die dat doet, maar die kan natuurlijk niet heel Spanje behappen. Nee. En het grote camperbedrijf hier, dat heeft ook zijn handen vol aan klusjes. Ja. Dus dit is wel een hype. Het is wel een hype, ja. Maar er zijn er wel meer in, wat ik begrijp, in Spanje. Want wij kwamen er bij de Mazaron in de buurt een caravan dokter, een Duitse meneer ook tegen, met een bus en een aanhanger. En er schijnt er bij Malaga ook iemand te staan, dus er zijn er wel die dat doen. Maar goed, er is nog steeds... Dan heb je het over heel veel kilometers. En als je camper kapot is, dan wil je gewoon eigenlijk dezelfde dag weer rijden. Ja. Wie weet, is altijd nog een idee. Mag ik in de camper kijken? Ja, kan je er wat over vertellen? Ja. Oké, zet ik hem even op pauze en dan start ik hem zo weer. Oké, we gaan erin. Kijk eens aan, dat is even handig. Zo'n extra... Raampje in de deur. Ja, dan kan je zien als er iemand klopt, wie daar staat te kloppen. Ja. En dan hoef je hem ook niet open te doen. Dus als het geen goed volk is, dan... En zelfs hier zit hier zit zelfs een schuifraam nog in. Met vliegenroer. Ja.
hier ja. Zitten ramen. Ja, hier zitten de verduisteringen al dicht. Maar, je hebt een hele mooie, warme inrichting van de camper. Ja. Jullie hebben zelf schapenhoesjes erop gedaan. Ja, dat bevalt heel goed. Als het heel warm is, heb je het niet warm. En ja. Als het koud dus is, dat is echt zo, hè? Dat is echt zo, ja. Ja. En wat ik gisteren van Sylvia hoorde, als je heel lang zit en je hebt een beetje last met zitten, ja, dan vangt dat ook... Ja, vangt het echt op. Wij zijn echt... wat ze dit jaar gekocht en echt super blij mee. Ja, mooi. Ze zijn heel mooi. En zijn ze dan een beetje schoon te maken? Want dat vroeg ik me af. Ja, daar zijn ook wel weer manieren voor, ja. Ja. Maar niet, niet in de wasmachine of zo. Nee, dus nee, nee. Dat is natuurlijk uit. Ja, dat is waar. Dus je mag er niet met sop of iets aan. Ik zie daar een luik. Hier zit ook nog een groot raam. Kan dat ook, dat, kan dat ook dat open? Kan ook open. Oké. Ja, met ook een horen. En heel veel ruimte zie ik daar. Ja, hier voorin heel veel opbergruimte. Hier zitten allemaal bakken. Kom en hier op. Weer kastjes. Kastjes. Televisie, die gebruiken wij niet, maar schotel en televisie zitten wel op, maar wij kijken televisie. Dat is wel een hele mooie plek voor je tv, hè? Want hij hangt nergens in de weg. Hij hangt nergens in de weg, nee. Je kan hem laten zakken tot hier onderuit. Oké, dat is goed. Maar wij kijken via, wij streamen, dus dan... Ja, hoe doe je dat? Want er zijn heel veel mensen die denken van, oh, moeten we een schotel aanschaffen? Wat is nou de beste? Nou, in ieder geval voor jullie, wat is voor jullie de beste manier? Wij hebben een... En wifi buddy. En dat, dan kopen we in Spanje een kaartje. En dan dat varieert van 150 gig tussen de 15 en de 20 euro meestal. Dat is natuurlijk variabel welke plaats je bent. Ja. Die doen we erin en daar kunnen wij meestal wel... Dan connect je. Ja, en ja. Dan kan je lekker... En hoe lang kan je dan met zo'n kaartje gemiddeld? Ja, wij hopen er 4 weken mee te doen. Want hij is 4 weken geldig. Ja. Maar als die met 3 weken op is, dan zijn we ook tevreden. Ja, zeg maar. Snap dan, ik. Ja, voor die 15 euro. Daar kan je geen abonnement of niks voor nemen. Nee, dat is wel een hele goeie. Want het is ook al zo'n groot ding op je dak. Ja. En ik vind de bekleding ook heel mooi. Het is een beetje, hoe noem je dat, Alcantara? Ja, een beetje is... prachtige, zachte stof. Ja. Het is heel mooi. En lekker zit je, stoelen kunnen draaien. Ja. Ik heb gisteren gezien dat de tafel ook alle kanten op kan. Ook heel mooi. Opschuiven. Ja. En kan je hem dan ook nog uitklappen? Nee, je kan hem wel naar beneden doen. Ja. En daar heb ik nu niet bij me, om dan maar samen zijn. Maar dan heb je nog 1 extra kussen en dan kan je hier ook een heel bed van maken. 1 persoons, 2 persoons? 2 persoons. 2 persoons, nou kun je nagaan. En als dit naar beneden komt, dan... Dan heb je nog een 1 persoonsbed. Dan kun je hier ook nog met 1 persoon verleggen. Ja, zo. Nou, ik ga... De kastjes alles mee naar beneden. Kijk eens. Ik vind dat tekentje trouwens ook heel mooi. Weet je, overal erin terug... Ja, dat is het Leica teken, ja. Ja, prachtig. Ja, allemaal maar kleine dingetjes. Maar goed, met de kastjes ook in principe, dat sluit vanzelf. Ja, mooi. Mooi, dus dat klapt niet dicht. Nee. En je hebt een best wel ruime keuken. Ja. Want ik zag gisteren dat Sil dit stukje uitschuift. Hè, dit dat kan ze je kan... ook nog uitschuiven. Ze weet precies hoe dat werkt. Nou weet ik wie er kookt. Oh kijk, zie heb je een extra uitzetblad. Je koffiemachine, blijft die gewoon staan als je gaat rijden? Ja, tijdens het rijden blijft die daar ook staan. En dan gaat niet in de bocht alle kanten op? Nee, die blijft gewoon goed staan. Het water zetten we altijd wel weg. Ja. En hier hebben we dus een omwormer zitten voor een accu voorin. En dan hebben we bij het paneel, deze kan je dan aanzetten, zeg maar. En dan kun je gewoon stroom pakken voor de laptop, voor alles. Oh, dat is wel mooi. En dan hebben we nog een, voor de hele grote zonnepaneel, of de achterzonnepaneel, hebben we ook nog een omwormer zitten hier. Bij het paneel. We gaan straks even naar het paneel. We zijn even in de keuken. En dan gaan we naar de koelkast. En dan gaan we naar, straks naar het paneel. De keuken heeft 4 pitten. Ja. Dat is ook heel bijzonder voor een, voor een camper, vind heel ik. Heel ruim. Hè? Heel erg ruim. Ja. En een, kijk eens, ruimte zat. Ja. Een spat. Plaat aan de plaat, zijkant. Dat aan is de ook achterkant. Heel fijn. En aan de achterkant. En ook weer een raampje. Ja. Afzuigkap, een hele grote.
Ja, een oven. Een complete gasoven. Een gasoven. Nou, dat is, die is echt diep. Daar kan je echt een hele grote appeltaart in bakken. Ja, daar kunnen we lekker in bakken. En toen jullie kwamen gisteren, had Sil lekker boterkoek meegenomen. Ja, dat ze ook gebakken in de camper. Ook gebakken in de camper, ja. Ook een lades eronder, ja, overal. Mijn opbergruimte. Ja. Benut. Heel veel opbergruimte. Ja. Het is echt daar heel diep. Daar zit de opbergruimte. Heel erg veel. Echt, dat verbaast me. De koelkast, het is ook een hele grote koelkastje. Ik ga even een klein stukje deze kant op. Richting een bed. En nu draai ik hem weer op. Ja, de koelkast. De vriezer is vrij groot. Ja, dat is... hoeveel liter is dat? Dat is behoorlijk wat liters, hè? Ja. Vriezer, dat is een grote koelkast. En een grote koelkast. Kijk, wat een ruimte. Wat een ruimte. Een mooie ledlicht erin. Ja, ja, ja. Dat zijn dus de Leica snufjes. Ja, allemaal... Alles heel mooi afgewerkt. Een ingebouwde... Airco van Truma. Ja, maar die kan je niet off-grid gebruiken, maar dat is voor een nee, ik denk dat dat bij iedereen wel zo is. Ja, dat is denk ik overal. En dan komen we, zie ik daar in het hoekje rechts, zie ik daar het panel, het boordpaneel. Ja, boordpaneel. Het boordpaneel. Hier kunnen we, als we al ergens op een camping staan, de boiler en de kachel bedienen. Ja. Dit is voor als we op grid staan, dan gewoon op gas. Dat werkt super. De boiler is binnen zo warm, zeg maar. Hoeveel liter heb je in de boiler? Dat zou ik niet precies weten, maar we kunnen makkelijk met z'n tweeën goed douchen. Ja, en super. En dan kom je geen, dan moet je natuurlijk niet denken zoals thuis, maar je kan gewoon je eigen route inzeepen, afspoelen. En stop je dan met inzeepen, dan doe je de kraan uit even? Dan doe je hem even uit. Maar je kan wel best wel wat water, want er zit 150 liter water in. Dus. Oh, dat is aardig veel. Maar we hebben niet gehad dat het koud is, dan hebben we hier nog een omwormer zitten. Ja. Dat is voor achterin de grote omwormer, zodat de voorste accu opgeladen wordt via dat zonnepaneel, zeg maar. En die gebruiken we ook, kunnen we ook. Dan is heel de camper alle 22 stopcontacten, zoals koffie zetten doen we. Dan zetten we deze even aan en dan... Oké, wat ik nu ook zie, rechts in de hoek, er staan allemaal landen op met allemaal puntjes. Nee, dat is van de satelliet, schotel. Oké, dus, maar een schotel, maar je gebruikt geen schotel? Nee, die gebruiken wij niet. Ja, dat is eigenlijk zonde van de wicht, maar die zit er wel in. Standaard, en hij werkt ook? Hij werkt ook, maar wij hebben er geen abonnementskastje of kaart in. Maar dat is allemaal, is dat bij al die Leica's voorbewerkt? Ik denk dat, zo'n herfbed is wel een optie, denk ik. Schotel zal ook wel een optie zijn, neem ik aan. Ja, en een lampje erboven, dat is ook heel fijn. Ja. Dat je alles goed verlicht hebt. Alle verlichting is dimbaar, die erin zit. Er zitten heel veel verlichtingen. Ja. En achterin is het blauwe verlichting dimbaar. Voor is het dat de Leica-tekens goed verlicht zijn. Zichtbaar zijn s'avonds en dimbaar. En die Leica, is dat een soort windhond of zo? Wat is het? Wat is dat voor tekentje? Zoiets lijkt het wel, ja. Ja. Dat is echt wel teken ervan. Ja, een windhond met vleugels. Ja. Oké, dan draai ik even het beeld weer om, want dan gaan we naar de ontspanningsruimte. Jullie hebben speciaal gekozen voor zo'n bed. Ja. En hoe noemen ze zo'n bed? Ja, we hebben in de vorige hadden we wel zo'n bed, maar over dwars zitten. Daar kon je slecht omheen. Ja. Dus als je 's nachts eruit wou, dan... Dan was dat lastiger en hier kunnen we allebei goed eruit. Je hebt alle ruimte, want ook beneden, als ik even kijk, schijnt er ook nog een hele grote kast te zijn. Ja, die zal ik eens eruit halen. En twee van die opbergvakken, ook best wel ruim. Hier zit een hele grote la onder. Daar kan je zelfs nog bedden goed in doen. Ja, dat zou iedereen, maar wij hebben een tassenvoorraadkast. Wij zijn natuurlijk Hollanders, we nemen veel mee. We denken dat er niks te koop is in Spanje. En maar straks is het andersom, hè? Want dan hoef je van Nederland niks mee te nemen. Want het is schrikbarend duur en dan kan je beter in het buitenland kopen. Ja. Hier hebben we ook volop opbergruimte daarboven. En een hangkast zag ik daarachter. Ja. En dan zit daar ook nog zelfs nog een kast. Kijk eens. Onder die medicijnbox. Veel ruimte. Ja. En voldoende ruimte om er langs te lopen ook. Dat is ook wel belangrijk. Je kan er ook langs. Ja. Iedere nachtkastje. Ja.
Ja, dat is een nachtkastje om spul op te zetten, maar dat is, valt in de garage. Oké, okay, dus dat is mooi. Dus hier zit geen opbergen. En je hebt daarboven ook een heel groot raam. Wat kan dat open ook? Ja, kan ook. Oké. Dus je kan 's nachts naar de sterren kijken als je dat zou willen. Ja, 's nachts naar de sterren kijken. En hier zit ook nog weer een luik van als je aan het douchen bent, waar bovenin. En als je de verlichting aanzet, zit hier ook weer afzuiging in. En ik zie een hele mooie douche. Ja. Dat is echt een hele ruime douche. Ja, dat is ook goed in te douchen. Ja, daar kan je makkelijk in bewegen. Ja. En wat ik ook heb gehoord, is dat je de slaapkamer helemaal af kan sluiten. Ja, als je deze deur open doet. Dat is de deur van de wc? Ja, dan heb je voor en achter, ja. Keurig net toiletgroep met een wastafel. Kijk eens aan. Ja. Ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Een grote kast om de, met dus achter de spiegels om de spulletjes. En ook weer een dakluik. Goh. Het is mooi uitgebreid en dan nog een extra douchegordijn, maar die, gebruik je niet. Die gordijn zit er niet in, hier ook niet. Wij, en hier zat wel een, dat zat er wel in, maar die heb ik eruit gehaald, want dan liep iets moeilijker er langs heen en wij gebruiken dat. En je hebt het niet nodig? Nee. Wij doen, 's ochtends ben ik meestal eerder, dan doe ik die deur gewoon dicht en dan zit ik voor. En, ja, en dan kan ze nog even lekker blijven liggen met, heb je nog een beetje privacy. Ik vind het een hele mooie grote camper. Dat was en ook het hoofdbord van het bed is van hetzelfde Alcantara. Ja, hè? Ja, ja. Met twee leespotjes. Ja. En het is een ruim bed. Met ook weer eventjes van die kastjes en daar kastjes. Heel veel kastjes, spotjes, dimbare spotjes. Ja, ja, prachtig. Daarvoor hebben we hem denk ik ook maar niet gewogen. Nee, dat, dat snap maar ik. Maar ik ben wel van plan om, om hem om te keuren. Ja. Maar daar wacht je nog even mee. Ja, daar ben ik nog even, even mee gewacht. Dan gaan we even naar buiten, denk ik. Oké. Ja, de voorkant. Is daar iets over te zeggen? Ja, in principe is dat gewoon een standaard. Wel voorkant, er zit wel andere grill in, ook met dat teken weer. Ja. Wat voor motor is het? Het is geen Italiaanse motor die erin hangt. Ja, het is wel een Fiat. Fiat, ja? Oh ja, ja. Fiat heb je veel, hè? Een 2,3, die, waar bijna heel veel campers van zijn, zeg maar, de jeugd er. En deze heeft dan toevallig wel 150 pk, want standaard hebben ze 100 of Oké, dus dat is wel iets om op te letten, dat je als je een Leica zoekt, dat je kan kiezen tussen 150 en 100. Ja, ja, voor eigenlijk wel voor de alle camper Fiat, zeg maar, Ducato's zijn het. Officieel zijn het natuurlijk busjes, maar van zo'n, omdat die net weer, dat is dan weer een klein beetje luxe, je hoeft nooit op de opritblokken te staan, want ze hebben bij de fabriek, hebben ze, omdat het een camper is, hebben ze gelijk al verzwaarde vering erop gezet. Achter zit een luchtvering op. Allemaal van dat soort dingen. Je hoeft niet op bokken te rijden. In principe, ja, als je heel scheef staat, moet je ook wel. Ik heb ze wel bij me. Maar ja. Standaard, als de plek redelijk vlak is, hoef je niet. De meeste campers staan voorover. Ja. Omdat die vering nooit aangepast is. Ja. Want het is gewoon een bus die ze omgebouwd hebben. Ja. Elke camper. En bij deze hebben ze dus al wel zwaardere vering ondergezet en achter zit er luchtvering onder, dat die stabieler is, zeg maar. Er is goed over nagedacht. Ja. We gaan even naar de garage. Ja. Want er kan ook behoorlijk wat in. Als je kleinere fietsjes had gehad, dan... Ze kunnen erin, ja. Oh, ja, deze fietsen kunnen er ook in. Ook in kunnen, de gewone dames en heren fietsen. Ja, dan moet je wel de stuur laten zakken, maar dit is wel de grote garage. Ja, behoorlijk wat ruimte. Loopt helemaal door. Bij ons Ja. Hebben jullie nou ook een extra toiletcassette bij je? Nee, we hebben één cassette. Eén cassette, want er zijn ook veel mensen die dat doen, hè? Ja. Een grote, er zit wel een redelijk groot in. Ja. De fietsen dragen voor 3 fietsen, zie ik. Ja, hij was voor 5 fietsen. Zo? Maar die heb ik er. 4 fietsen, ik heb er afgehaald.
Dan kon je inschuiven en kleiner maken, want ja, wij zijn toch maar met twee fietsen. Ja, ja. En dat kan die achterkant van die camper, ja, kan dat ook dragen. Want dat is ook vaak belangrijk, hè? Dat, ja, als mensen fietsen dragen, zelf gaan monteren, kan die achterwand dat aan? Ja, nee, dat klopt. Dit is wel origineel. En ik doe nooit de batterijen in de fietsen. Want nee, dat is een beetje funest bij... En als we naar Nederland rijden, gaat er een oes overheen. En dan gaat ook de fietsmand eraf, zeg maar. Ja. En heb je ze nou wel goed op slot staan aan de camper? Ja, we hebben ook nog een extra slot. Ja, dat moet ook wel. Maar je maakt het zo moeilijk als we zouden willen. Het is iets moeilijker als... Ja. Nou, dan ben ik blond uit een potje. Maar ik zie daar aan die trekhaak, die zit aan een zwarte balk. Is dat een uitschuifbare balk? Nee. Die is wel voor die... voor campers speciaal, maar die is op maat gemaakt en daarna zijn de gaten geboord. Hij mag 2000 kilo trekken, maar Dat is niet een aanrader, denk ik. Nee, en je hebt een achteruitrijcamera, ja, heb je. Twee. Ja. En terwijl wij met het laatste bezig zijn, komt er nog een camper aanrijden. En dat zijn Annie en Otto. Ja. Dus hartstikke leuk. We zijn mooi op tijd gegaan. Wordt een gezellig oud en nieuw zo, hè? Ja, dat zeker weten. Hey, bedankt voor je goede uitleg. En mochten de kijkers vragen hebben over de camper of over jou als manus van alles. Ja. Dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Ja. Oké, nou, dankjewel, Goof. En dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Als jullie het leuk vinden... Duim omhoog, heb je vragen, stel ze. Willen jullie meer weten over de Leica of over de klusjes die aan campers en auto's gedaan worden? Stel ze, stuur een berichtje via in de reacties of als je mijn telefoonnummer hebt of mijn e-mailadres, dan mag dat ook via die kanalen. Tot de volgende keer en vergeet niet die duim. Doei!